echt zo'n vermoeden dat we zo langzaam maar zeker kunnen gaan beginnen met dit programma. Dit is Who's Afraid of Youth. Dit is Rise Unlimited 2014, de 19e editie. We gaan namelijk iets heel bijzonders doen. Leerlingen hebben onder leiding van Huis van Gedichten les gehad in poëzie. En poëzie is best wel ingewikkeld. Poëzie is, nou ja, een verhaal probeer je uit te leggen aan iemand wat poëzie is, dan krijg je hele vage antwoorden. Vage antwoorden als, ja, wat is poëzie? Poëzie is wat dichten is. Nou ja, als ik dichter was, dan zou ik opener zijn. Wat is poëzie nog meer? De duidelijke uitdrukking van onrustige gevoelens. Wat vinden jullie daarvan? Duidelijke uitdrukking van onrustige gevoelens. Ik heb goed begrepen, als het goed is zit hier IC in Ypenburg. Waar zitten jullie? Yeah! En IC in Voorburg, waar? Yeah! Kijk, dat is al goed. Er wordt al bier gedronken zelfs. Heel goed dat ik dat even zie. Maar echte poëzie, echte artiesten, die mogen af en toe wel even ontspannen. Nou jongens, hartstikke welkom. Welkom hier in de foyer. We gaan luisteren naar iets heel bijzonders. We gaan kijken naar mensen zoals jullie, mensen zoals ik. Mensen die niet bang zijn om hun diepste gevoelens te laten zien. En deze mensen die zitten al klaar. Het zijn, ik vind het kanjers. We hebben gisteren gekeken naar de leerlingen van Johan de Wit. Dat was een prachtige avond. Heel intiem, heel klein. En ik denk dat het vanavond net zo prachtig gaat worden. Wat ik belangrijk vind om te laten weten is, hoe ga je eigenlijk om met iets wat in je hart zit? Hoe ga je om met iets waar je mee bezig bent? Iets wat speelt van binnen, iets wat diep van binnen zit. En het schrijven van poëzie, dat is een ingewikkeld proces, maar daar kan iets heel moois uitkomen. Ik ga een klein gedichtje voorlezen en dat is geschreven, dan moet ik even spieken, dat is geschreven door Kinza Hussein. Zij is een leerlinge van het Johan de Wit College. Ze heeft dat 3 jaar geleden geschreven. Dus toen zat zij, denk ik, eerste jaar, denk ik. Ik kijk even naar Trix in ieder geval. Kinza Hussein heeft 3 jaar geleden dit geschreven. Let op, ik ga even op de zeepkist staan. Ik kan jullie allemaal goed zien. Daar komt hij. Ik zie woorden als bladeren op de rivier drijven. Mijn hersenen verzinnen ze. Mijn vingers vliegen over de woorden. Mijn ogen lezen ze met de aandacht. De gedichten die ik aan het schrijven ben, gaan nooit tot einde komen. Dat is Kinza, die heeft dat 3 jaar geleden geschreven. Dankjewel, namens Kinza. Nou, weet je wat is? Deze kanjers die daar zitten, die gaan zo dadelijk voor jullie optreden. Dat is heel spannend. Maar als een echte artiest moet je iets doen om jezelf een beetje op te warmen. En ik denk dat als we nou solidair zijn met elkaar, dan gaan we even iets met elkaar doen. Dat heet een acteursopwarming. Een warming-up, zoals dat heet. En dat is heel simpel. DJ MPS Pilot, heb je een heel klein muziekje voor me? Dan gaan we gewoon een klein beetje dit doen. Namelijk de linker schouder op. En op. En op. Doe het maar mee. En op. Ja, doe maar mee. En op. Doe maar mee. Ook de mensen gaan voor deze. Op. En op. Heel goed. En andere. Op. En op. Even je handen losschudden in de lucht. Hutsen op. Dat is ook applaus. Hutsen op. Je mag je hoofd even rustig losdraaien, want weet je wat er gebeurt? Alles wat je in je hart hebt zitten, dat wil je via je keel naar je mond naar buiten brengen. Alles wat hier zit, dat moet via je keel, via je mond naar buiten. En hoe doe je dat? Door dit lekker los te maken. Dus trek maar even een beetje gekke bekken. Doe maar even. Doe maar even. Ja, Twitter mag tegelijkertijd. Facebook ook. Doe maar gekke bekken trekken. Dat is hartstikke goed. Gekke bekken trekken, want wat er namelijk gebeurt, deze kanjers gaan ze dadelijk voorlezen. Dankjewel DJ. We gaan beginnen met Who's Afraid of Youth. Ik pak even het volgende erbij, want de leerlingen hebben niet alleen maar les gehad van de docenten van Huis van Gedichten, maar hebben ook les gehad van een echte dichter. Niet dat de andere docenten geen echte dichters zijn, maar iemand die niets anders doet dan alleen maar dichten. Niets anders, de hele dag maar door. Ik vraag me af hoe je dat doet.
En om daarachter te komen, vraag ik haar naar voren. Jongens en meisjes, dames en heren, een hartelijk applaus voor Kira Buk. Yay! Hi, Kira, kom maar bij mij, staat gewoon hier. Nou, je hoeft me gewoon nog even hier. Kom maar, hi Kira, hi. Kira, jij bent de dochter van een Finse moeder en een Indonesische vader. Ja. En helpt dat dan dat jij ouders uit het buitenland hebt om te dichten? Nou, niet per se, maar ik voel me wel meer Fins dan Nederlands. Dus dat zit er wel diep in, denk ik. En als jij poëzie schrijft, schrijf jij dan in het Nederlands? Ja, ja. Nederlands is wel een goede taal. Oké, okay, maar denk je ook wel eens, heb je ooit wel eens een gedicht in het Fins geschreven? Nou, ben ik zelf omvertaald naar het Fins. Zodat ik het aan mijn oma kan lezen. En jouw oma heeft dus jouw gedichten gelezen en wat vond ze ervan? Ja, niet allemaal, maar ja, ze vinden het heel leuk, dus wel trots. Hoe ben jij ooit begonnen met poëzie? Ik denk om 16e vond ik het wel al leuk. Ik heb dezelfde leeftijd. Maar echt serieus denk ik op de schrijversvakschool. Toen ontdekte ik echt, dit is het toch zo. Dus jij bent naar de schrijversvakschool gegaan en daar dus, maar dan, het is toch zo dat echte kunst bestaat, ontstaat toch gewoon door een pen op papier te zetten en te beginnen? Ja, ook, maar weet je, ik was vaak in discussie met mensen. Je hebt ook kunstacademies voor andere beeldende kunst en waarom dan niet ook voor ons voor schrijvers? En ik vind het heel fijn om daar verder te studeren. Maar dus wat de leerlingen hierin zeg maar een week of twee weken ongeveer geleerd hebben, daar heb jij 4 jaar ongeveer over gedaan? Ja, misschien wel langer. En wat is dan het resultaat? Zou jij een gedicht willen voorlezen aan ons? Ja, graag. Willen jullie een gedicht van Kira Buk horen, jongens? Mag dat wat enthousiaster? Willen jullie een gedicht van Kira Buk horen? Ja. Okay, heel goed. Dames en heren, een warm applaus voor Kira. We zijn. De leukste mannen eten beef de graal. Dat wees als een vegetariër, zei ik toen ik je had ontmoet. En legde een briefje onder je steek. Ik heb geen moeite met bloed. We maken de fooi op nog voordat we thuis komen. Ik gooi die in de flippenkast. Maar hoeveel geld ik er ook in doe, er gebeurt helemaal niks. Jij gebruikt de fooi om indruk te maken op vrouwen die naar een wc-eet raken. Je gebaat dat ik bij je op schoot kan gaan zitten. Ik trek de draden tussen je tanden vandaan en voel de belofte dat we iets kunnen worden waar nog nooit iemand gelukt is. 'S nachts blijven we ons de beurt wakker en waken over iets dat nog geen duidelijke vormen heeft. Een homp vlees in een handdoek wat in elkaar krimpt als je het aanraakt. Je zegt dat alles met de tijd verschuift, ook huizen, ons huis. En dat als een geschikt moment zou zijn om dood te gaan, dit er misschien wel één is. Ik zit zo door mijn papier heen te gaan en naar jou te luisteren. En dan vraag ik mij af, wat is het, waar gaan jouw gedichten over? Ja, dat is moeilijk hoor. Hoe begin je? Begin je met een gevoel en begin je dan met schrijven? Of beschrijf je wat je om je heen ziet? Hoe gaat dat dan? Meestal begint ik wel met een basisidee of een beeld die ik in mijn hoofd heb. En eigenlijk weet ik pas echt dicht af is wat over gaat. Wat ik probeer te zeggen. Dus je weet pas achteraf wat je eigenlijk wil zeggen? Ja, ja. En waar heb je met de leerlingen aan gewerkt? Nou, ik heb niet echt les gegeven. Ik heb meer verteld over hoe ik werk. En waar ik mijn inspiratie vandaan haal. En waren er overeenkomsten tussen wat je van de leerlingen bijvoorbeeld te horen kreeg en waar zij uiteindelijk hun inspiratie vandaan haalden en jij? Kon jij iets van hun leren? Nou, wat me wel verbaasd is, ik heb ook wel eens lessen aan volwassenen gegeven, niet zoveel nog. Maar ik vond dat de leerlingen nog heel vindingrijk zijn. En ik denk op die leeftijd heb je nog een verwondering en durf je ook meer vragen te stellen. En ik hoop dat ze dat vasthouden. En dat is ook wel van waaruit jij ook werkt. Jij werkt dus ook vanuit
iets heel puurs of iets heel dat je opnieuw verbaasd over bent. Ja, ja, ja. Zou je nog een gedicht willen doen voor ons? Het geeft niet als er iemand vertrekt. We blijven binnen onze vaste route zichtbaar. Er was een tijd dat ik alle camera's stelde onderweg naar jouw huis. Ergens is te zien hoe ik de lange kruispunten blijf stilstaan, in de banden van mijn fiets knijp, wacht tot het stoplicht meerdere keren verspringt. Er zijn foto's van vreemden waar we op staan. Ze zitten tussen vakantiealbums in landen waar we nooit zullen komen. Succes, dat zijn we al. Heb je nog een tip voor je waar ze op moeten letten zo dadelijk? Bij de vorm? Jezelf zijn, zorg dat je voeten goed op de vloer staan en ontspannen. Gek, dankjewel Kira Buk. Jezelf zijn, je voeten op de vloer en ontspannen. DJ, spit some tunes. Oké. Want het grote moment is langzaam aangekomen. Niet alleen heeft Kira Buk haar kunst te laten zien, hij heeft ze laten horen hoe je letterlijk je diepste zielenroerselen op papier gaat zetten. Ik zet vier stoelen klaar voor vier kanjers. Deze leerlingen hebben les gehad van onder leiding van huis, van docent van huis van gedichten. Ik ga even kijken of ze hier ook aanwezig in de zaal zijn. Zijn dat Ineke Rief, Annemarie Slobbo en Tracy Steeks? Ja, ik zie Tracy, ik zie Ineke en ik zie Annemarie. Even heel kort, waar hebben jullie aan gewerkt tijdens het programma? Vooral heel veel aan omheen kijken en waarnemen. Hoe ziet de wereld om je heen eruit? En jij, Ineke, gefeliciteerd trouwens met het winnen van de bronzen uil. Applaus voor haar boek. Jazeker wel. Jij als gevierd schrijfster, jij gaat natuurlijk extra diep de materie in met je, of niet? Ja, we weten hoe diep gaan. Ik ga van mee. Nee. Waar heb je uiteindelijk met de leerlingen aan gewerkt? Ik denk inderdaad wat Annemarie ook al zei, dat het observeren heel belangrijk was. We hebben al veel korte opdrachten gedaan, waardoor je niet meteen het idee hebt dat je een heel gedicht moet schrijven. Dus dan gaandeweg heb je eigenlijk een heel gedicht geschreven zonder dat je eigenlijk door had dat je dat deed. Dus waardoor ja, een soort van trucje, dat je niet vastzit in angsten of dat je denkt dat kan ik niet of dat is stom of wat dan ook. Gewoon schrijven en dan ontdek je nou, dat er eigenlijk best iets leuks uitkomt. Dus een beetje op die manier. Dus in plaats van in één keer een marathon te lopen van 42 kilometer, doe je eigenlijk stapjes van 100 meter. Is dat het een beetje? Dankjewel, want we gaan kijken naar deze marathonlopers. Ik geef de vloer vrij aan Pien Meijerink. Applaus voor Pien! Van de stoel gaan we zitten. Ik ga kijken naar Nika Hintvelaar. Zeker of hij zou komen, maar hij is toch gekomen. Helemaal uit de krochten van het verre, verre. Maar waar zal het zijn? Hoe dan ook, Ruben! Kijk, dat is heel goed, dat zien we graag. Nou jongens, jullie zitten hier op een rijtje. Het is natuurlijk hartstikke spannend. Ik zet de microfoon iets naar voren. Ik denk dat we nou, misschien bijna al meteen moeten gaan beginnen. Maar ik ga eens even naar Pien. Poëzie. Het schrijven van gedichten. Heb je dat eens eerder gedaan? Nee. Nog nooit? Nee. Deze in je dagboek, lief dagboek, vandaag was het een rokdag. Een dag dat alles mag. Nee, niet in poëzievorm. Ja, je schrijft wel vaak, dus je schrijft wel een dagboek. Ja, niet in een dagboek, maar gewoon schrijven. En was je verrast door wat je zelf uit je pen liet rollen? Ja, nou, ik wist niet dat het iets was, zeg maar. Maar hoe kwam je erachter dat het wat was dan? Dat ik gisteren te horen kreeg dat ik was uitgekozen. Nou, ben je zenuwachtig? Nee. Dan vind ik het heel goed, dan is de microfoon voor jou. Jongens, de stilte, de vloer en alle aandacht voor Pien Meijerink. Wow! Live muziek, waarbij je de bas voelt dreunen. Dreunende koppijn door de alcohol. Terug naar bed is beter dan zeepgeur. De geur van eten maakt mij hongerig. Oma's die mij inhalen met elektrische fietsen. Het is altijd donderdag als mijn oma werkt. Foto's met neppe emoties.
Een magazine met leuke foto's. Dikke borsten, dunne taaien, grote glimlach. Een warrige man. Of een man met warrig haar. Dankjewel, goede herinnering! Een klein opzwepend dingetje, speciaal om de gast die heel ver weg was. Heb je iets klaarstaan? Denk je? Ja, wel zeker. De gast die heel ver weg was en opeens was hij er. En we zijn blij dat hij er is. De man die alles kan. Ruben! Oké! Ruben, je bent er. Ja, ik ben er. En je hebt net, eigenlijk vrij kort van tevoren heb jij nog ja, met je mededichters, poëten, heb jij je tekst doorgenomen. Ja, klopt. Ze hebben mij geholpen en aanwijzingen gegeven. En wat hebben ze specifiek tegen je gezegd? Nou ja, eigenlijk niet zoveel, want het begint volgens mij wel niet. Maar ja, duidelijk praten is vooral belangrijk. Nou, dat gaat je heel goed af. Gedicht, waar gaat het over? Ja, mijn gedicht gaat over een ochtend na een avond stappen. Is dat iets wat je vaker meemaakt? Ja. Ik geef de vloer vrij voor een ochtend na een avond stappen voor Ruben! Ja! Yeah! Op je verjaardag praat mijn hart. Je hoort alles, maar je verstaat het niet. Gescheiden groepen waarin we toch alles samen betreden. Alleen allemaal via een andere deur. Ik heb geen idee waar ik mee bezig ben. Ik verlang naar een gebeurtenis waar ik eigenlijk bang voor ben. Parels van de samenleving. Waar ik bang voor was, is gebeurd. Het verlangen naar chudorange wordt sterker. Bakker Bart zou ideaal zijn. Het tapijt ligt lekker. Nou, dat doet het helemaal goed, hè? Yes. Ja, ik vind het grappig, dus ik denk het wel. En hoe vind je dat om zo voor die mensen te staan, eigenlijk zo op te treden? Ja, ik vind het wel leuk. Ja hoor. Jouw gedicht is nu uitgekozen. Heb je wel eens eerder iets geschreven? Nee, eigenlijk nog nooit. Ga je verder? Nee, ik denk het ook niet. Ga maar gauw zitten. Ruben! Ik vond het helemaal gedicht in dit geval. En ik kan me er wel in vinden dat je inderdaad 's ochtends denkt, Stine Zuidermans en Baggerbart. We gaan naar de volgende kanjer, Nikai Hintvelaar. Nikai, kom maar even staan, Nikai. Applaus voor Nikai Hintvelaar! Yeah! Nou, poëzie is toch iets wat, wat mannen niet zo snel doen, wordt wel eens gezegd. Wat vind je daarvan? Ja, wat vind ik daarvan? Ik zie daar een verschil. Kijk, dat is een heel, heel diplomatiek antwoord. Ben jij gewend om, want jij, dit is ook, neem ik aan, ook je eerste gedicht? Ja, ja. En ging het je makkelijk af? Ik denk niet makkelijker dan anderen. Ja, mijn nieuwe politicus. Heel goed, Nikai. Nikai, als jij een tip zou mogen geven aan je medestudenten die niet schrijven, zou je het aanraden? Nee. Nou ja, als je graag wil schrijven, dan moet je schrijven. Ja, de vloer en de microfoon is helemaal voor jou. Doe je ding. Spiegelstad. Dat kleine jongetje in die stad. In het verleden was hij onbelangrijk. Een klein gozertje met een grote tas. Verlegen voor iedereen. Hij kan iedereen aan. De aandacht die hij zou willen. Moeilijk te krijgen in de realiteit. Door de grote stad ingesloten. De realiteit die hem weerspiegelt. De grootte waar hij zich op verkijkt. Een barst, alles verandert. Geen zorgen, te laat om in te grijpen. Nog op zoek, toch verdwaald. Nikai, Nikai, dankjewel. Ik ga heel even naar we hebben een andere dichter in de zaal. Rodan Alghamidi. Rodan komt uit Irak. Heeft de Europese prijs voor de letteren gewonnen. Is een Nederlandse dichter. Ongeveer. Hoeveel bundels heb je al geschreven? Hij heeft best veel. Ik heb 7 romans en 6 gedichten. Dat is echt heel veel.
Ik vind het leuk om lui te zijn. En als ik gedichten schrijf, dan ben ik altijd heel lui. Dat vind ik goed te doen, hoor. Maar ik vind hem daarnaast ook, ik vind hem echt geweldig, hoor. Ja, ze zijn allemaal, maar hij gaat me een heel duidelijke beeld over wat hij schrijft. Hoor. Dus op het moment, dat is wat poëzie ook moet doen, poëzie moet echt heel duidelijk beelden creëren. Kijk. Ik schrijf, ik lees voor in festivals 14 jaar, maar de eerste 13 jaar ben ik altijd bang om bij de microfoon te zijn. Ik tril. En ik ga 3000 keer naar de wc om daar te kunnen staan. Maar ze doen het echt geweldig, hoor. Ja. Applaus, dankjewel. En we gaan naar zeker de laatste, maar niet de minste, Lotte Dekker. Kom maar staan, Lotte. Nou, één dag, dat zie ik graag. Lotte, spannend? Nee hoor. Jullie zijn allemaal zo getraind, hè? Hebben jullie thuis heel veel geoefend of zo? Of hoe zit dat? Nee. Is het ook de eerste keer dat jij gedichten schrijft? Ja. Nooit eerder iets anders geschreven dan iets anders geschreven? Nee, ik ben heel erg dyslectisch, dus ik hou niet aan schrijven. Nou, dat vind ik heel grappig, want Kira is ook dyslectisch, heb ik gelezen. Hoe ga je om dat als je dyslectisch bent met taal? Hoe doe je dat? Met hulp. Met hulp? Want hoe zie jij woorden? Ik vind het echt heel, heel spannend, want ik kan me voorstellen dat als ik tas zie staan, dat is een vrij kort woord, dat jij misschien iets anders ziet staan, maar ook een ander beeld ziet. Is dat zo? Het is wel bij lange woorden dat je ze zelf invult. Dus je hebt voor sommige woorden heb jij een ander beeld of een ander begrip? Nee, ik weet ze gewoon anders. Ik ben heel benieuwd hoe jou, want waar gaat jouw gedicht over? Het heeft niet echt een naam. Zullen we maar gewoon gaan luisteren? Oké, jongens, Lotte Dekker, een warm applaus. De gezichten waren verlicht, vol verlangen. Rechts boven de zon, hij straalt wit licht. Als het uitgaat en je niets meer ziet, stop je in gedachten. Dan word je bang. Kunnen we later in de avond wat drinken? Aan het einde van de avond drinken. Nou, dat zijn vast heel wat jongens die dat heel graag willen. En nog even een flink applaus voor Lotte Dekker! DJ! Want we gaan namelijk naar iets heel bijzonders. Zeker. We gaan namelijk naar iets speciaals. Er zijn hier 4 poëten. Jullie mogen trouwens weer gaan zitten. Je mag je stoel meenemen. Je mag gewoon lekker tussen. Ja, je mag gewoon ergens gaan zitten. Nog even een applaus voor deze kanjers. Ze hebben het hartstikke goed gedaan. Ja, heel goed gedaan, Lotte. High five, zeker wel. Er zijn 4 poëten geweest die hebben een gedicht geschreven. Maar er zijn ook 4 andere dichters geweest die hebben ook een gedicht geschreven. Alleen, die gedichten zijn op muziek gezet. Dat zou gedaan worden door Faya. Faya is helaas niet. Maar ze heeft een hele bijzondere jongen naar voren geschoven. Ze zei, er is iemand die mij heel goed zou kunnen vervangen, ook al ben ik onvervangbaar. En volgens is ze ook onvervangbaar. Maar hij heeft een moed gehad om vanmiddag nog jullie gedichten op zijn muziek te zetten. Dat is echt heel knap. Geef een ontzettend warm en ovationeel applaus voor Johnny Bruce Muller. Johnny, ik denk dat wij... Je hebt een... Help je even met alle... draden, snoeren, microfoons en dingen. Johnny, jij bent vanmiddag gebeld en dan moet je aan de bak. Ja, ik dacht, ik ga vandaag lekker series kijken en in bed liggen. Maar toen belde mijn collega Marloes. En, helaas, voor hele vervelende omstandigheden kon ze niet komen. En toen zegt ze, kan je dat doen? Zou je die gedichten in liedvorm kunnen brengen voor die leerlingen? En ik zeg, ja, waarom niet? Ik ben zelf singer-songwriter en ik heb wel eens een gedicht moeten schrijven of een lied in een half uur. En dat was ook gelukt. En toen ik die gedichten las, en toen ben ik eigenlijk achter de gitaar gaan zitten. Toen dacht ik van, dit is eigenlijk haast mijn muziek. En ik dacht, hier kan ik wat mee. En ik vond ze heel erg mooi. Mijn persoonlijke leven draait heel veel om schrijven. Als ik iets kwijt moet, dan schrijf ik het op. Of dan maak ik er een gedicht over een song. Het worden altijd songs in mijn geval. Maar ik voel de emotie bij wat ik
las van jullie en ik vond het heel erg mooi en ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd wie dit heeft geschreven. Dat lijkt me heel erg leuk, want ik ken deze personen nog niet, maar ik heb al wel een stukje gelezen, iets wat misschien heel persoonlijk is. En dat is eigenlijk, vind ik, heel erg spannend aan dit. Ik ken jou nog niet, maar ik heb wel jouw gedicht gelezen. En wiens gedicht gaan we nu als eerste horen dan? Fatima Al-Shirovi. Fatima Al-Shirovi, waar ben je? Fatima, daar ben je. Waar gaat jouw gedicht over? Over eigenlijk twee verschillende dingen in elkaar, zeg maar. Over mijn twee neefjes die een film aan het kijken zijn. Check. En over een dronken gast in de park die ik had gezien. Maar die is zeg maar niet uit de verhaal. We gaan het luisteren. We gaan luisteren naar Johnny Bruce. Sorry, zou ik dan nog één keer, want het gaat over een dronken gast. In het park. In het park. En haar twee neven die in tv aan het kijken zijn. Dus iets wat jij vanmiddag wilde doen. Ah, we gaan een lichtje aan. Ik had ook iemand best, hoe zeg je dat? Ik had wel iets zwaarders verwacht. Dat is ook het leuke aan een gedicht. Ik interpreteer het heel anders. Kijk, het is natuurlijk, het is best wel, er zit best wel beeldspraak in, weet je wel? En ik heb het heel anders geïnterpreteerd. Ik had dat nooit verwacht. Dus hier komt mijn interpretatie. Jongens, een warm applaus van Johnny Bruce Muller. Bij het gedicht van Fatima Al-Shirovi. Zorg dat de tijd stil komt te staan. Jelle? Echt hartstikke prachtig. Jelle! Alright, Jelle! Heb jij eens wel eens eerder een gedicht geschreven? Nee, ik denk
nog, ook dus nog nooit eerder een, je muziek, of tenminste je, wat je hebt geschreven op muziek gehoord? Nee, zeker niet. Nou, wens ik je heel veel plezier, geniet ervan, zet je de smartphone aan. Jongens, applaus voor Jelle en Johnny Bruce Miller! Yes! Dat jij ook je teksten schrijft aan de hand van de dingen die je op tv ziet. Is dat wat je op tv hebt gezien? Ja. Ik word er schaamrood van. Heel goed gedaan, echt serieus. Echt een erg mooie tekst. Ik zou nog iets mogen zeggen. Ik vond dit, eerlijk gezegd, voor mij de ergste nachtmerrie is als mijn vriendin, of stel mijn moeder of mijn dochter, zeg maar, zoiets zou moeten doormaken. En daarom, dit gedicht raakte mij op die manier heel erg. Ook al misschien had je het anders bedoeld, maar ik vond het toch. Ja, ik vind prostitutie is misschien wel een van de ergste dingen die je kan meemaken als vrouw of als man. En dat dan door iemand die nog redelijk jong is. En dat is dus heel knap. Dus je hebt je zeg maar ook echt verdiept in iets waar jij nog, nou laten we eerlijk zijn, nog niet zo heel veel van weet. Ja, ik heb voordat ik naar deze cursus kwam, heb ik even gegoogeld op prostitutie. En ik dacht van nou, hier wordt echt een pakkend gedicht over schrijven. En ik vond het zeg maar wel een zwaar maatschappelijk onderwerp. Dat, ja, daar moest wat poëzie over komen. Dus diep in mijn hart voelde ik dat ik dit soort kunst moet uitdrukken. Jij schrijft het graag hier, ja! Het zit er al diep in. We gaan door naar de volgende. Wie heb jij? Ik heb hier Onno van Elten. Onno van Elten, waar ben je? Hey Onno. Ook aan jou de vraag, heb je dus eerder wat geschreven? Vind je het spannend? Beetje wel. We gaan snel beginnen. Onno van Elten, een gedicht gezongen met mondharmonica door Johnny Bruce-Miller. Tot aan een voorovergebogen vrouw. Van een puber meisje met een gezicht vol op de komst. Tot aan een mooi bewuste jongvolwassene met een goed figuur. Tot een superrijke vrouw. Spotten met haar Zebra en haar Louis Vuitton.
Voor een klein blij meisje, hand in hand lopen met haar vriendje, tot aan een zip voor overgebogen meisje, diversiteit. Van blank tot zwart, van de frieten tot aan de groenteboer. Diversiteit. Yeah! Bericht van Anna van Elpie. Ik kan er een hit van maken. Onno? Zeg, ik kan veel geld verdienen. Veel geld verdienen, singer-songwriter, is dit iets wat je vaker wil gaan doen? Nee, oh, je schrijft echt heel mooi, je hebt mooie beelden er ook in, hè? Ja, ik ging ook door de stad lopen en toen een beetje schrijven. Meisje met een Louis Vuitton-tas? Ja, die zag ik lopen. Je hebt het echt heel goed gedaan, hartelijk applaus voor Onno van Elpie! Yeah! We gaan naar de laatste, maar zeker niet de minste. Wij gaan luisteren naar... We gaan luisteren naar Nikai Hinvelaar. Nikai Hinvelaar, waar ben je? Huh? Waar? Nee, wacht even, dat gaat nog. Nee, dat klopt niet. Odilia van Rosmalen, klopt dat? Dat is grappig. Dat is dus bij jou niet doorgekomen, maar dan is dus Odilia van Rosmalen zou op muziek gezet worden. Ik heb Spiegelstad, maar die is eigenlijk wel gedaan. Maar die, ik heb... Hier is Trace Steens trouwens. Hi. Oh, dat is misschien wel een goeie. Zou jij het leuk vinden om zo dadelijk wat we gaan doen? Ik denk dat we het Spiegelstad van Nika hebben we al gedaan. Die heb je weliswaar op muziek gezet. Maar zou jij het nummer van jezelf willen spelen? En dan vragen we zo dadelijk aan Odilia. Is Odilia er? Wil jij je gedicht voorlezen? Ik geloof dat dat een ja is. Dan, als jij een nummer van jezelf wil, een kort nummer van jezelf wil doen, dan gaan we. Een kort nummer van jezelf, heel kort. Vind je dat goed? Ja. En dan komen we daarna met Odilia. Dus een warm applaus voor Johnny Bruce Meyer met Muller. Ik zeg dit Meyer, wat grappig. Muller met een nummer van zichzelf. Hoe heet het nummer? Window Pane. Window Pane, de nieuwste hit van Johnny. The windowpane, where all your dreams are in delay, and you hope to find the stage to play before that curtain rolls down. As an actor, I've learned not to become too affectionate. Of you, my storm king, the love that I felt is storm. Please don't hold back for nothing. Oh, please don't hold back for God's sakes, my dream. Oh, the rocks glide out, flooding places in your heaven that you carry up deep below. May I have your eyes?
not a one-night show. And despite of what they will say, we will have faith. And despite of what they will tell you, we will stand tall on the love of doubt. It may my storm, the love that I felt is stormy. Please don't hold back for nothing. Oh, please don't hold back for that. It's my day. Ja, zeker wel. Johnny Bruce Miller, de Volkswijk in Haag. En hij is zo moedig geweest om gedichten op zijn muziek te zetten. Dankjewel. Yes. We gaan naar Odilia, die zo moedig is om... Nou ja, soms gebeurt dat en improvisatie is een mooi ding. En iets met hem heen. Odilia, dit is hartstikke spannend. Ik vind het super knap van je. Ze mag. En 1 en 2 en 3, let's go. Yes. De wolf hangt in de jas van mijn vader. Achter op de motor, steeds sneller en sneller. Voel de adrenaline. Durf het doen zonder denken. Als we uiteen gaan, zeg je, ik kom terug. Ik kom niet terug. Slapen in een ander bed. Ik ben geen 5 en heb geen vechtjes meer. Ik zeg, tot ooit. Ik kan echt niet beter kunnen afsluiten. Ik vind je echt zo moedig. Heb je echt heel goed gedaan. Nou, we zeggen, Odilia! Yeah! Muziek DJ FNS Parker! Jongens, we zijn aan het einde gekomen van Who is Afraid of You? Volgend jaar zijn we er weer. De 20e editie, de 19e editie was dit. Ik ga even alle namen noemen, maar dat zijn er een boel. Ik hoop dat ik ze zo 1, 2, 3 kan vinden. Ja, zeker wel. Pien Meijerik, kom maar naar voren. Ruben, Odilia, Onno, Nika, ja, geef ze een warm applaus. Jelle, Fatima, kom maar naar voren. Lotte en natuurlijk Johnny Bruce. Applaus, 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 applaus. Nou, applaus. Breek die tent af. Dit zijn de jongens, dit zijn de meiden van Ivermeur. Dit zijn de meiden van de Dalton. De schoonste ben ik bij de huisvrachtgedichten. Kira Buk, applaus en nou ja, is dit echt alles? Breken jullie de tent echt niet af voor deze kanjers? 1, 2, applaus! Kijk, dat zie ik graag. Jongens, tot volgende keer. Blijf rustig zitten, loop rustig rond. Er zijn nog tirades, er worden nog dingen voorgelezen. Jullie kunnen de zaal in als je dat wil. Geef elkaar high five, like elkaar, steun elkaar. En nou ja, tot snel en tot binnenkort. Thank you.